Schreeuwende personeelstekorten in tal van sectoren vormen een bedreiging voor de economische groei in ons land. Terwijl als we allemaal een paar uur meer werken, er nauwelijks personeelstekorten zouden zijn. Nederland is kampioen deeltijdwerken. Een eretitel die ons nu duur komt te staan. Meneer, werkt u voltijd of deeltijd? Officieel deeltijd. Ik werk deeltijd. Voltijd? Parttime. Ik werk 30 uur in een week. Wat zou er nodig zijn om wel fulltime te werken in Nederland, denk je? Ik ben 30, mijn vrienden ook. Die beginnen allemaal kindjes te krijgen en dat soort zaken. Dus ik denk dat daar wel wat aan gedaan moet worden. Kinderopvang betaalbaarder maken. En loont het dan ook echt om 40 uur te werken? Volgens mij niet helemaal. Nee, volgens mij valt dat best wel tegen. Ik wou eigenlijk meer gaan werken, maar mijn subsidie zou daar in de knel komen. Ja, uw huursubsidie? Ja. Want als ik bijvoorbeeld meer zou gaan werken, dan kom ik ook in een andere belastingsgeef en dan lever ik weer heel veel in. Dus fulltime zou eigenlijk wat mij betreft financieel wel aantrekkelijker mogen worden. Ja, we horen de calculerende burger. Zij zeggen, meer werken loont voor ons niet, hebben zij gelijk? Ja, dat heeft in veel gevallen klopt dat. Daar kun je als overheid maar één ding aan doen. Dus we willen iedere keer dat dan heel precies regelen. Uiteindelijk is er maar één ding wat helpt, dat is zorgen dat het loon flink meer is dan uitkeringen, dat is één. En twee, dat je als je een euro meer gaat verdienen, of dat nou is omdat je van 20 uur 24 uur gaat werken of van 36 uur 38 uur, voor alles wat je er extra bij krijgt, dat je er ook netto iets aan overhoudt. Dus dat betekent dat toeslagen niet te snel moeten worden afgebouwd en dat betekent dat belastingtarieven niet te hoog moeten zijn. Dat helpt echt. Nou ja, en als we nu horen dat met alle koopkrachtsteun, vooral aan lage inkomens, dat die flink omhoog gaan, wordt het probleem dan nu met alle koopkrachtreparatie die het kabinet aan het doen is vergroot? Ja, dat wordt absoluut vergroot. Kijk, eigenlijk, de situatie nu lijkt vreemd genoeg heel erg iets op wat we 40, 50 jaar geleden meegemaakt hebben. Toen waren er ook energiecrisis. Toen was het niet een gascrisis, maar een oliecrisis. Hmm. Die kwam toen niet door oorlogen in de Oekraïne, maar door oorlogen in het Midden-Oosten. En we hebben toen heel erg lang de hete aardappel van het koopkrachtverlies voor ons uitgeschoven. En tijdenlang hebben we geprobeerd om met nivellerende maatregelen, als het ware, de onderkant van de arbeidsmarkt, de onderkant van de samenleving, daarvan te vrijwaren. En dat is op een gegeven moment helemaal vastgelopen, zeg maar, begin de jaren 80. En toen kwam het kabinet Lubbers. Dat heeft dat veranderd. Eigenlijk zie je nu iets soortgelijks. Dat we als samenleving heel hard zeggen, we willen dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat is op zich een prima tekst, maar daar zit een grens aan. En met het koopkrachtpakket wat er nu is bedacht, is die grens, zijn we er eigenlijk overheen gegaan. Ja. Dit is niet verstandig. Hier krijg je gewoon last van. Ook omdat dat soort dingen, ja, dat spreek je nu af, maar dat draai je niet zomaar weer om. Dus wat er nu gebeurt is dat het minimumloon 10% verhoogd wordt. Dat is op zichzelf eigenlijk een goed begrijpelijke maatregel. Mm. Maar aan de minimumlonen zitten de minimumuitkeringen vast en die gaan dan mee omhoog. En daardoor worden alle beloningsverschillen kleiner en wordt voor iedereen werken net iets minder aantrekkelijk. Nou, en daar zie je nu de gevolgen van. Lubbers zei, Nederland is ziek. Is Nederland opnieuw ziek? Ja, ik denk, zo hard gaat het niet. We zijn gelukkig, en Nederland is echt, we zijn een soort Walhalla op de wereld. We zijn een van de rijkste landen, hartstikke gelukkig. Samen met Scandinavië en Zwitserland zijn we echt verreweg de mooiste landen ter wereld. Dus we moeten zuinig zijn op wat we hebben. En dat is bereikt door jarenlang, als het ware, gewoon steeds beter beleid te maken. En ik ben wel eens bang dat we op dit moment heel hard bezig zijn om die beleidswijzigingen weer om te draaien. Begrijpelijk, sterkste schouders, zwaarste lasten. Maar daar zit echt een grens aan. Ja, en u zegt die grens is bereikt. Dus ik zeg dat die grens nu bereikt. Ja, maar dan denk ik, de plannen die het kabinet nu heeft, de dingen die nu aan de hand zijn, dat zijn dingen die vrij ingebakken zitten in ons belastingstelsel. Dus hoe los je dit dan op? Is dit in een grote belastinghervorming dan? Ja, nou, ik ben in grote hervorming. Dat klinkt altijd zo zwaar. Nee, ik denk dat hier gewoon, we moeten ons met ons allen realiseren dat dit is. Mark Rutte zei dat Nederland is een diep socialistisch land. Dat vind ik heel komisch voor een partij die toch echt. Ja, dat moet je aanspreken als PvdA. Ja. Ja. Het is opmerkelijk. En dat zie je, want eigenlijk het pakket wat nu gemaakt is, dat wordt gesteund van PVV tot GroenLinks. Hmm. Iedereen is het ermee eens. Ook de VVD. Niemand hoort erover praten. En ik denk dat het belangrijk is dat we ons allemaal realiseren dat we hier aan een grens gekomen zijn. Dat je niet nog verder het inkomensgebouw kunt comprimeren. Je kunt samenpersen. Inkomensverschillen nog kleiner kunt maken. Want
ja, de leerlingverpleegster die verdient iets minder dan de verpleegster. En weer iets minder dan de verpleegster die niet 24 uur werkt, maar 36 uur werkt. En dat weer. Er zitten allemaal verschilletjes en die zijn allemaal nodig om al die mensen als het ware te belonen naar wat ze werken. En te belonen naar waar ze hebben voor moeten studeren om het mogelijk te maken. Ja. En dat is gewoon heel belangrijk. Zijn we doorgeslagen in het draad? Ja, nou, ik ben het wel zeer eens met, we hebben die grens bereikt. Ik zie het in mijn sector, glastuinbouw, ook dat de werkgevers echt wel klagen over, willen wel meer betalen aan de werknemers, maar wat houden ze echt in hun hand over? Mm. En daar zit echt wel de zorgen op dit moment. Dat is natuurlijk ook een kostenpost voor een werkgever. Ja. Maar zijn zeer bereid en snappen ook dat in deze tijd die werknemers meer moeten krijgen. Maar wat houden ze over in hun hand? Hè? Dus die discussie voeren wij zeker ook. Ja, maar dan ben ik toch benieuwd waar dan precies de oplossing zit. Want u zegt de laagste inkomens compenseren, dat is op zich goed, maar moet je dan iedereen meer? Nee, dus ik denk, kijk, één, Nederland wordt gewoon echt armer door de oorlog in de Oekraïne. Dat accepteer. En daar is geen ontkomen aan. En daar zal iedereen een steentje aan bij moeten dragen. En ik denk dat wat de politiek op dit moment probeert, is op zich begrijpelijk. Namelijk de onderkant helemaal ontzien. Maar dat kan niet zoals dat nu gebeurt. We zijn daar in stap te ver in gegaan. Dank.